Moet ik als ondernemer of als ZZP'er nou iets gaan doen met TikTok? Dat is de vraag die ik voor jou ga beantwoorden in deze video. Welkom bij CVD-TV. Mijn naam is Ronnie Overgoor van het YouTube-kanaal CVD-TV. En we horen vandaag de dag steeds meer over het succes van TikTok. Inmiddels een van de hardst groeiende social media-kanalen van Nederland. Maar wat moet ik er nou mee als ondernemer of als ZZP'er? Kun je er iets mee doen? Wij zijn een paar maanden geleden als CVD-TV begonnen op TikTok. En er zijn voor mij een aantal redenen, en ik noem er vijf in deze video, die het voor ons in ieder geval meer dan de moeite waard maken om op TikTok actief te zijn. En de eerste, die is eigenlijk heel eenvoudig. En dat is, omdat het zo populair is en omdat het zo hard groeit, denk ik dat het als ondernemer en als ZZP'er per definitie interessant is om er in ieder geval eens een kijkje te gaan nemen. Download de app, maak een account aan en ga in ieder geval eens rondkijken om je een mening te vormen. Wat gebeurt er allemaal? Wie zit er allemaal op? Wat voor content vind je er allemaal? Wat vind je op het gebied van jouw onderwerp, op het gebied van jouw vak, op het gebied van jouw branche? Neem er eens een kijkje. Alleen al vanuit de nieuwsgierigheid die je als ondernemer of als ZZP'er hebt, is dat een reden om in ieder geval eens op TikTok te gaan kijken. De tweede reden die voor ons in ieder geval interessant is, dat is de doelgroep. Veel mensen die hoor je nog zeggen van ja, TikTok joh, daar zitten alleen maar kids op die rare dansjes doen. Ja, zo was het ooit wel, maar TikTok is inmiddels waanzinnig hard gegroeid en die groei die zit niet zozeer meer in die hele jonge kids. De grootste stijgers zijn de twintigers, maar ook hele harde stijgers zijn de dertigers en zelfs de 40-plussers. En dat maakt het een kanaal, als we kijken naar CVD-TV, waar ik me richt op ondernemers en op alles wat met ondernemerschap te maken heeft. We hebben veel kijkers en luisteraars, zeg maar tweede helft 20 en 30ers en ook 40-plus. Die zitten inmiddels en masse op TikTok. En dat maakt het per definitie voor ons een relevant kanaal om aanwezig te zijn. Simpelweg omdat onze doelgroep er ook zit. En dan het bereik. Omdat het zo hard groeit, is er voor elk merk, voor elke organisatie en ook voor jou misschien wel, is er ruimte. Wij zijn er nu een maand of twee actief. Nou zijn we met CVD-TV een absoluut niche kanaal. Ik bedoel, we zijn geen grote influencer, geen bekende Nederlander. We hebben niet een heel groot marketingbudget. We zijn geen heel groot merk. We zijn een heel duidelijk niche kanaal. En toch nu na zo'n maand of twee, als we kijken naar een gemiddelde week, hebben we 150.000 views en meer dan 500 nieuwe volgers op ons TikTok kanaal. Wij posten elke dag een korte video. Dus van elk interview dat wij maken op CVD-TV, daar halen we 3 korte video's uit, wat wij shorts noemen. Ongeveer 30 seconden, 20, 30 seconden. En die posten wij op TikTok. Elke dag 1 short. En op dit moment hebben we dus 150.000 views gemiddeld per week en iets van 500 nieuwe abonnees. Dus dat is significant bereik, waardoor een heleboel mensen die CVD-TV misschien nog niet kennen, nu wel in contact komen met CVD-TV. En daar zit voor ons toegevoegde waarde. En nog een andere toegevoegde waarde, dat is de volgende. Dat is het waanzinnige effect dat TikTok heeft op andere kanalen. In ons geval op YouTube. Wij merken vanaf het moment dat we op TikTok zijn begonnen een aanzienlijke stijging in het aantal abonnees op YouTube. Dus wat gebeurt er? Mensen kijken op TikTok, die zien zo'n korte video. Die denken, hé, dat is interessant. Ze klikken op de link in de bio. Ze komen op het YouTube-kanaal van CVD-TV terecht en ze abonneren zich op CVD-TV. En aangezien ons businessmodel primair op YouTube zit, daar verdienen wij ons geld, is het van groot belang om daar het aantal geïnteresseerden, de groep geïnteresseerden groter te maken. Dus als we met behulp van ons TikTok-kanaal het aantal abonnees op YouTube kunnen verhogen, dan zit daar een hele duidelijke toegevoegde waarde voor ons in om met TikTok actief aan de slag te gaan. En dan de laatste reden om met TikTok aan de slag te gaan, dat is de mate van interactiviteit en levendigheid. TikTok is super levendig en interactief. Waanzinnig veel mensen die liken, die reacties geven, die comments achterlaten. Soms ook redelijk kort in de bocht. Heel direct, heel eerlijk. Maar daar heb je als creator natuurlijk super veel aan. Niet alleen om in contact te komen met die doelgroep, maar ook om voor je eigen ogen te zien wat die doelgroep nou van jouw content vindt. Er is geen kanaal dat zo interactief en zo'n levendige community heeft als dat TikTok dat heeft. Dus dat is de laatste reden waarvoor het voor CVD-TV super relevant is om op TikTok actief te zijn. En laten we heel duidelijk afsluiten met: het is er leuk.
Ik vermaak me er op best. Het is echt meer dan flauwe dansjes. Je vindt er super inspiratieve dingen, originele dingen, content waarvan je niet wist dat het bestond. Het is super leuk. Het algoritme is uiteraard weer super verslavend. Dus eigenlijk is dat mijn slotadvies misschien wel aan je. Als je erop gaat zitten en je downloadt die app en je gaat eens een kijkje nemen, gebruik het met mate. Dat waren mijn aanbevelingen als het gaat om iets met TikTok doen als ondernemer of als ZZP'er. Voor ons is het in ieder geval relevant en positief en brengt het ons veel. Ik hoop voor jou ook en ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Laat het weten in de comments wat je ervan vond. Dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.